Een van de bijzondere uitstapjes tijdens een vakantie in Denemarken is het grote Vikingenmuseum in Roskilde. Het museum ligt ongeveer 40 kilometer van ons hotel, dus dat is goed te doen. Vikingen, ook wel Noormannen genoemd, zijn de nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken. De Vikingen waren het deel van de zeevarende Noormannen uit Scandinavië die op rooftocht gingen. De huidige bewoners van genoemde bevolkingsgroepen zijn grotendeels directe nakomelingen van de Vikingen. Deze woestelingen waren als plunderaars en overvallers actief, grofweg in de periode van het jaar 780 tot 1100, in een groot deel van West-Europa en zelfs daarbuiten. Het museum doet veel aan educatie voor zowel jong als oud. Bezoekers worden in groepen meegenomen naar een van de grotere schepen. Een man in klederdracht vertelt alle bijzonderheden over de schepen en de manier van varen. This is a warship. It's built to take a lot of men in it and women and go doing warfare different places. If you want to sail to Iceland and Greenland, you can do it in the ship. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Op het terrein is ook binnen een museum en dat heeft een reden. In de hal liggen tal van authentieke schepen tentoongesteld die men gevonden heeft in de moerassen. Althans, dat wat er van over is. Omdat de schepen permanent in vochtige omstandigheden lagen, is dit ook de reden dat de houten constructies redelijk goed bewaard zijn gebleven. In het museum probeert men de geconserveerde overblijfselen uit het verleden zo lang mogelijk te bewaren. Uiteraard is er ook aandacht voor klassieke materialen en gebruiksvoorwerpen. Kinderen kunnen buiten deelnemen aan allerlei creatieve bezigheden, zoals bijvoorbeeld houtbewerking. Uiteraard staat dat onder leiding van deskundige medewerkers, want werken met bijlen en bijtels blijft gevaarlijk werk. Verder zijn in de werkplaats handwerklieden bezig om de oorspronkelijke schepen na te bouwen. En zeker als je niet over bouwtekeningen beschikt, is dat een tijdrovende hobby. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentiek gereedschap. Machines om hout te bewerken, tref je hier niet aan. Voor de liefhebbers bestaat er nog de mogelijkheid om een vaartochtje te maken over het Roskildefjord.
Sommige schepen zijn uitgerust als zeilschepen. Dit levert voor de meezeilende gasten een rustmomentje op. Er zijn echter ook schepen waarbij van de gasten wordt verwacht dat ze zelf roeien. En als je dat nog nooit hebt gedaan, valt dat niet mee. Een stuurvrouw geeft het roeitempo aan. Al met al hebben we een hele leuke culturele dag gehad. Met veel informatie over een bevolkingsgroep die lange tijd een groot deel van Europa heeft geterroriseerd.